Hoi, ik ben Kiwi en welkom bij Kiwi Eats. En vandaag is dag 21 van mijn Kiwi's Health Month. Vanochtend heb ik lekker weer ontbeten met Brinta. Jongens, ik ben verslaafd aan mijn baby. Okay, I can't help it. Brinta is de bom. Diggity gewoon. En vandaag ga ik het hebben over cruciferous vegetables. Want ik ben de laatste dagen aan het uitleggen over de Dr. Greger Daily Dozen app. Met allemaal voedingsstoffen die je elke dag binnen zou moeten krijgen en waar je die uit kunt halen. En vandaag is dus cruciferous vegetables. In het Nederlands is dat kruisbloemige groenten. Zeg je nog niks waarschijnlijk. Maar daar ga ik vandaag van alles over uitleggen. Maar ik ga nu lunchen, want ik heb heel erg honger. En dat ga ik doen met bonen wraps. Ik ben een beetje verslaafd aan bonen wraps. Maar dit keer ga ik ze niet zelf maken. Je kan ze bij de Albert Heijn kopen. Niet de wraps, maar wel de bonenvulling. Look at these babies van Hak. Het zijn gewoon die zakken, weet je wel. Met gewoon bonen. Stoofpotjes-achtige dingen. Helemaal gekruid en met saus, alles. Bonenschotel, bonengerecht met groenten, kruiden en saus. Ja, maar wat dan? Welk land of zo? Nou ja, zo ziet het eruit. Kikkererwtenschotel. Ziet er zo uit. Kidneybonen chili. En deze ga ik dus even lekker in mijn wraps doen. Oké, even voor duidelijkheid. Deze dingen zijn niet goedkoop. Ze zijn ook niet duur, want het is gewoon in principe een hele maaltijd. En je hoeft alleen maar wraps bij te gooien. Het is ook niet echt duur. Wat is het? €2,50 of zo, €2,60 voor zo'n zak. Maar, ik weet niet of het bij jullie nu ook zo is, maar ik heb ze eergisteren gekocht. Of gisteren? Ik heb ze gisteren gekocht. €1 per zak in de bonus bij de Albert Heijn. Daarom heb ik ze alle drie. Er is ook een curry versie, maar die is niet vegan. En ik ga ze doen op hele kleine wrapjes. Dit is echt van die hele kleine wrapjes. Ik weet niet echt hoe ik het ga doen nog. Ja, dat kan je toch niet goed vullen? Waarom heb ik hiervoor gekozen ook met mijn hoofd? Ik dacht, het is leuk, kleine wrapjes. Oh, het ruikt zo lekker. Gewoon echt zo'n Mexicaanse wrapdinges. Echt heel lekker. Oh, zo lekker. Wat zijn dit? Topertjes. Kidneybonen, zwarte bonen. Uitjes. Oké, ik kan nog eigenlijk wel wat sla bij en zo. Komkommer. Iets fris. Ik had wat fris bij moeten doen. Maar, super lekker. Ik ben weer lekker aan het fietsen en ik ben weer op mijn leuke plekje. Maar ik ga je nu niet hier vertellen over cruciferous vegetables, because I'm gonna do that at home. Maar ik wil nog wel even vertellen over fruit. In welke vlog zei ik dat nou? Dat voor de ijzeropname dat je dan iets met vitamine C gewoon na je maaltijd moet eten. Of bij je maaltijd. Dus dat je wat fruit bij je maaltijd moet eten. Moet, kan. Hè? Voor betere ijzeropname door de vitamine C. En er zeiden wat mensen van, fruit verteert sneller dan ander eten. Dus dat kan je dan beter voor je eten eten, omdat het sneller verteert. En anders ligt het allemaal bovenop dat andere eten en dan gaat het fermenteren en zo, gisten en alles. En dat is niet goed voor je. En daar kunnen sommige mensen echt last van krijgen. Het is natuurlijk ook wel enigszins zo, maar het is vooral als je, weet je, dat komt ook heel erg van de raw till four movement en zo. Als je heel veel fruit eet na heel veel eten wat minder snel verteert, dan kan je daar echt last van krijgen of zo. Maar weet je wat het is? Als je gewoon een klein stukje fruit eet, dan heb je daar echt niet zo'n last van. En zeker als je al plantaardig eet, weet je wel, je hebt dan niet net een zware, vetrijke vleesmaaltijd gegeten, wat uren doet, misschien soms wel dagen om te verwerken in je systeem. Dat blijft heel lang in je darmen liggen. Als je daar allemaal fruit bovenop gooit, ja, dan gaat dat fermenteren. Maar als je al plantaardig eet, groente, dat verteert ook supersnel en zo, weet je wel. Dus daar hoef je echt geen zorgen om te maken. En vooral is het ook gewoon dat je gewoon moet kijken naar wat jouw lichaam jou vertelt. Als jij inderdaad echt last krijgt of een opgeblazen gevoel of buikpijn of zo, weet je wel, nadat je fruit eet, direct na je avondeten, ja, dan moet je dat niet doen. Weet je wel, het is ook gewoon heel erg luisteren naar je eigen lichaam. Dus, dat wil ik nog even zeggen. En het is vandaag super regenachtig, het is echt, was zo'n verdrietige dag, weet je wel. Maar, af en toe is het lekker weer en dan kijk ik even op buienradar, kan ik gaan fietsen of niet? Dus ik dacht, ja, nu kan ik gaan fietsen. Dus ik naar buiten. Regen. Heel af en toe gelukkig. Steeds 20 seconden. En nu ziet het er goed uit. Dus hopen dat het blijft. Maar komende week wordt het flink zomer, toch? Komende week wordt het flink zomer. Daar heb ik zin in, want ik ga keihard zwemmen. Yes! Oké, we gaan het vandaag hebben over cruciferous vegetables. Dus ik ga even mijn avondeten laten zien. Ik heb natuurlijk broccoli gegeten. Met aardappeltjes en zwarte bonen. En tomaatjes en bramen. Oh my god, dat was zo lekker. Dat was echt heel erg lekker. Super gezond en ik heb de broccoli op een speciale manier bereid. Maar dat ga ik je straks uitleggen. Ik ga eerst uitleggen waarom cruciferous vegetables
zo gezond voor je zijn. Oké, ik ga sowieso de filmpjes van Dr. Greger linken. Dus moet je even in de beschrijving kijken, daar staan ze allemaal. Het zijn er 3 of 4. Die moet je echt even kijken. Het zijn hele korte filmpjes. Hij legt het natuurlijk veel beter uit dan ik. Want ik snap alles wat hij zegt, maar ik kan het niet heel goed navertellen. Want, weet je wel, ik ben geen dokter. Weet je niet? Oké, in het kort. We denken altijd dat onze huid het grootste orgaan is, of de beste manier is waardoor ziektemakers en alles binnen kunnen komen. Weet je wel? Maar onze huid is hartstikke dik, dus heeft een goede beschermlaag. Wat het meest gevaarlijke is, waardoor stoffen in ons lichaam kunnen komen, zijn onze darmen. Letterlijk omdat we dingen eten, binnenkrijgen en die komen in onze darmen. En onze darmen, die hebben hele dunne wandjes, omdat alles opgenomen moet worden. Voedingsstoffen moeten gelijk je bloedbaan in. Vocht moet gelijk opgenomen worden. Dus die wanden zijn niet super dik. Nou, er zijn natuurlijk cellen die de wand, darmwand, helen. Als er iets mis is, als die kapot is of als er iets aan de hand is, wat dan ook. Dan heb je allemaal cellen die dat gaan beschermen. Op die cellen zitten weer receptoren die geactiveerd moeten worden, zodat die cel geactiveerd wordt. Snap je een beetje wat ik bedoel? Oké, en nu blijkt dat er iets zit in cruciferous vegetables, wat die receptoren activeert, waardoor die cellen geactiveerd worden, waardoor je darmen beter beschermd worden. Waardoor je immuunsysteem beter is, waardoor het je beschermt tegen allerlei ziektes, tegen kanker, tegen van alles. Zo is het heel simpel gezegd. Kijk vooral die filmpjes van Dr. Greger. Hij legt het veel beter uit, makkelijker begrijpbaar. Nog steeds natuurlijk met de termen die dokteren gebruiken, maar toch goed begrijpbaar. Dus, wat zijn nou cruciferous vegetables? Wat zijn het nou eigenlijk? Alle kolen, bloemkool, rode kool, witte kool, groene kool, broccoli, bepaalde bladgroenten ook, boerenkool. Je kan het zelf kijken in de Dr. Greger app of even googlen cruciferous vegetables. En dan krijg je een lijst met wat het dan zijn. Maar vooral alle kolen, spruitjes, wat ik allemaal net zei. Maar goed, nu komt het belangrijke. Je moet er wel voor zorgen dat je die specifieke voedingsstoffen binnenkrijgt. En dan denk je, nou, ik eet gewoon een broccoli en dan krijg ik het binnen. Maar helaas werkt het niet zo. Wij koken broccoli, hè? Wij koken meestal broccoli. Wat er gebeurt, die goede stof die we nodig hebben, die ontstaat pas als je koudt. Of als je het in stukjes snijdt. Als je het kapot maakt. En dan moet je nog 40 minuten wachten, in ieder geval langer kan ook, voordat je het daadwerkelijk gaat eten of gaat koken of wat dan ook. Want het snijden en het kauwen van broccoli activeert die stof die we nodig hebben. Als je het gewoon kookt, zonder dat eerst gedaan te hebben, dan komt die stof niet. En dan heb je er eigenlijk op die manier niks aan. Dus Dr. Greger adviseert, als je op een dag broccoli, wat voor kolen gaat eten of zo, doe dat dan gewoon 's ochtends even alvast snijden. Lekker een stukje snijden. In een bakje doen, zoals je ook ziet dat ik vanavond heb gedaan. In een bakje doen, in de koelkast doen en dan ga je het in de avond eten of wat dan ook. In ieder geval 40 minuten van tevoren, want dan is die stof er. Wat je blijkbaar ook kan doen, is dat je het wel gewoon kookt, gewoon gelijk, en er mosterdzaad overheen doet. Want dat activeert die stof ook weer. Je moet echt zijn filmpjes bekijken. Het is zo interessant. Dit soort dingen zijn dus wat het zo interessant maakt. En dat je ook leert van wat is dus echt gezond. Want je denkt broccoli is gezond, dus dan eet ik het gewoon. Maar dan is het toch net weer een stap verder. Moet je net meer iets rekening houden met hoe het dan werkt. En daar zijn zijn filmpjes en zijn boek echt heel, heel tof voor. Zo leerzaam. En je denkt misschien van, wow, moet ik daar overal rekening mee houden? Dat is zoveel informatie. Dat maakt het eten toch niet meer leuk? Dat is toch alleen maar moeilijk als je overal rekening mee moet houden? Oké, nou weet ik dat niet iedereen is zoals ik. Ik vind het leuk om te onderzoeken. Ik vind het leuk om te lezen. Ik vind het leuk om te googlen. Leuk, weet je wel. Om erachter te komen. En ik weet dat niet iedereen zo is. Daarom maak ik deze filmpjes ook. Want dan kan je gewoon even lekker een YouTube filmpje kijken. En dan leer je ook nog wat, weet je wel. Maar het is dus niet zo dat ik al die shit in één keer heb geleerd en dan maar in één keer goed leven of zo, weet je wel. Elke dag lees ik weer wat, leer ik weer wat en dan pas ik dat toe. En dan wordt het normaal voor mij, weet je wel. Dan, nou, oké, dus dat is dus de manier waarop ik broccoli klaarmaak. Ik snij het alvast in de ochtend, of in ieder geval 40 minuten van tevoren. En dat wordt dan je normaal, weet je wel. Daar ben je eigenlijk niet mee bezig. Dat heb je een keer geleerd en dat doe je zo. En dat doe je gewoon, weet je wel. Dus in eerste instantie lijkt het van, oh, moet je van alles doen en dat is toch veel te veel en dat onthoud je toch niet en allemaal gezeik. Maar zo werkt het dus niet. Gewoon the more you know, the better you do. Weet je wel? Dat is ook gewoon het leven, toch? Elke dag leer je weer. Dus dat wilde ik even vertellen. Ik hoop dat ik het goed heb uitgelegd.
Kijk echt zijn filmpjes. Ik hoop dat ik hier nu linkjes heb, want anders sta ik hier maar stom te doen met mijn vingers. Kijk zijn filmpjes echt. En ook al denk je van ik snap die woorden niet, hij doet het heel begrijpelijk. Koop ook vooral echt dit boek. Nogmaals, vet dik boek. Je denkt, waarom zou ik? Je hoeft hem niet van begin tot einde te lezen. Je gaat gewoon kijken naar, wat is nou eigenlijk gezond aan bladgroenten. Nou, dan heeft hij een hoofdstukje over bladgroenten. En dan kan je gewoon even naartoe gaan. Dat is een klein hoofdstukje. En dan legt hij dingen uit. Mijn hele vlogjes zijn gewoon dikke reclame voor Dr. Gregor. Dus hij moet me betalen. Maar, dit is ook nog even een hele belangrijke. Dat ga ik ook nog even vaker zeggen. Hij heeft dus de website nutritionfacts.org. Hij heeft een YouTube-channel. Maar vooral op die website, er zitten geen advertenties op. Op zijn YouTube-kanaal zitten geen advertenties. Hij is een non-profit. Hij wil niet verdienen. Hij verkoopt je geen supplementen. Hij verkoopt je geen shit, behalve dat boek. Omdat hij je informatie wil geven. Daar moet je ook altijd heel goed op letten bij websites. Bij mensen die ergens heel veel kennis over hebben. Die jou advies gaan geven. Als je tegelijkertijd ook nog van alles willen verkopen. Dan moet je een beetje twijfelen aan waarom ze jou dat advies willen geven. Snap je? Doen ze dat alleen omdat ze shit willen verkopen? Of doen ze dat letterlijk omdat ze je iets willen leren en je gezonder willen maken en gelukkiger willen maken? Dus dat is ja, gewoon zo'n groot pluspunt van Dr. Gregor. Non-profit. Hij verdient, hij doet geen advertenties. Weet je wel? Dat je het weet. Oké, nou wordt mijn video denk ik al veel te lang. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat ik het goed heb uitgelegd. En ik zie je morgen weer. En dan gaan we het volgens mij hebben over bladgroenten. Dus dan zie ik je morgen weer. Doei doei. Dat geslurp altijd van je. Maar er zit zoveel vocht in.